Kuye kwamemeza wa prophet emandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi Jesu. Van een hongerend continent naar de doorvoerde wijken van de bekende Nederland. Afrika's kinderen doen een beroep op u. Hallo. Hallo, Theo van Gogh voor de kinderen van Afrika. Heb je één momentje? Joe. Was dat Leontien? Hij kan niet echt zingen, maar sommige van zijn liedjes fluiten zo aardig mee. Marco Borsato. Hij wordt geroemd omdat hij zo zonder kapsonen zichzelf is gebleven. Zo heel gewoon, zeg maar. In zo'n geval gaan de alarmklokken bij mij meestal bijeren. Maar omdat ik nu eenmaal bekend sta als iemand van het harmoniemodel en ik geleerd heb dat je met stroop meer binnenhaalt dan met azijn, wil ik Marco als een koning op zijn eergevoel aanspreken. Hallo, hallo. 15.000 voor de kinderen van Afrika. De kinderen van Afrika doen een beroep op jou, Marco. Nou ja, dat is een goede vraag, hoezo. Sommigen hebben honger. Ja, dat klopt. En ik ben gedreven door kijkcijfers en ergens anders door. Dus hallo, goed een beetje high. Ja, goed. Nou, hebben we het volgende bedacht. Wij gaan langs bij bekende Nederlanders. Ja? En we vragen of we een nacht met ze mogen praten. Of een uur. 1.000 gulden per uur. Maar je kan me ook afkopen natuurlijk met 15.000 gulden in één keer. En dat is omdat jij een A-artiest bent, hebben we jou al voor 15.000 ingeschat, begrijp je? Ja, ja. Kijk, om je even in de stemming te brengen. Ach ja, zo'n pittoresk fotootje, niet waar. Ben jij niet ambassadeur van een of ander goed doel ook? Ja, ik ben ambassadeur. War Child, dacht ik. Dat is van de landmijntjes, is dat, hè? Nee, het heeft te maken met kinderen in oorlog- en naoorlogse gebieden die... Okay. Die vreselijke oorlogstrauma's hebben en die op, door middel van muziek en bezigheidstherapie zeg maar weer een beetje zich kind kunnen voelen. Dus die zijn heel verdrietig die kinderen en dan horen ze jouw muziek en dan worden ze weer kind? Nou, niet alleen mijn muziek, ze leren zelf muziek maken. Oh, vandaar, ja, oké. Okay. Nou, ik wil jij maar niet lastigvallen, ik denk jij die mannen van wat anders dan zijn hoofd, maar 15.000 gulden, dat is voor een doving. Giro 100, 200. Ik vind het wel een serieus bedrag hoor. Hey. Ik doe eigenlijk overal aan mee, maar of het dan met dat soort scheppen tegelijk gaat... Nou, wat wil je dan? Nou, ik wil best wat in de kast storten, dat is geen probleem. Of het dan meteen 15.000 gulden moet zijn. Ik denk, je hebt 4 platen en platen gehad, dus het is 8. Je moet het zien als een PR-move. Je kan het via je boekhouder meteen weer aftrekken, toch? Ja, ja, nou. Dat weet jij toch ook? Ja, zo werkt het niet helemaal. Ah, maar God, zo werkt het toch. Nou, wat wil je storten dan? Nou ja, daar moet je even over nadenken. Maar mag ik even met je meelopen? Nee, ik heb liever dat mijn privé blijft, als je dat meer begrijp vindt. Ik ook. Maar ik vind het wel jammer, want kijk, je wil geen 15.000 storten. Oké. Okay. Mogen we dan voor 1.000 piek een uur met je praten? Liefst wel dan bij het woningje of in de tuin of zo, weet je wel. Nee, ik wil best een uur met je praten, maar dat komt nu even niet helemaal handig. Je bent aan het werk? Ja. Ja, wat ben je aan het doen dan? Nou, zoals je ziet is er van het pad niet heel veel meer over. Dat moet je zo houden. Dat moet je zo houden. Ben je nou gelukkiger geworden eigenlijk in je leven? Ja, ik ben een gelukkig mens. Ik ben heel gelukkig. Ja? Ja, nee, dat ben ik serieus. Ik zit goed in mijn vel en ik voel me prettig. Hey, ben je het liefde gelukkig? Ja, zeer. Was je vroeger niet gelukkiger? Nee. Elke fase in mijn leven geeft een nieuwe dimensie eigenlijk. En ik vind het vaderschap ook iets geweldigs. Nou, nu vind je nog zo'n slijmblopje weg, want dat vind ik ook. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. Dat gaat me te ver. Ik wou het met je over de liefde hebben eigenlijk. Ja. De saaiheid van geluk. De saaiheid van geluk. Jouw liedjes gaan altijd over de onvoltooide liefde of de niet te bereiken. Nee, dat is niet helemaal waar hoor. Volgens mij, als je mijn hele oeuvre zou kennen, dan zou je weten dat heel veel verschillende facetten aan bod komen. Maar ik bedoel, liefde is alles behalve saai. Ik bedoel, er is geen onderwerp zoveel bezongen als dat. Jawel, maar het geluk is saai, zei ik. Geluk is saai? Ja, liefde is niet per se geluk, hè? Nee. Ja, liefde is toch juist afpijgen, niet kunnen krijgen. Nee, ik heb wel eens laten vertellen dat geluk verkoopt niet, maar ellende wel. Ja, precies. Maar ja, zelf heb ik een andere mening, hoor. Ik vind het, geluk is helemaal niet saai. Maar goed, een van je grootste hits gaat toch over dat je een vrouw niet kan vertellen dat je er eigenlijk niet meer wil. maar een ander. Ja, dat is wel. Maar een ander heel groot hit is
De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou, droom ik nog. Met andere woorden, ja, als een heel sadistisch lied is dat. Geloof niemand, maar ja. Nee, oké. Okay. Maar dat is dus, ja, weet je, ik bedoel, juist die verscheidenheid aan kanten en emoties en dingen maakt het juist zo boeiend, vind ik. Ja, echt waar? Ja. Heb je dan nooit dat je denkt, nou, ik zou nou wel een maîtresse willen? Nou, als je zo'n vrouw hebt als ik, dan niet, nee. Nee, is dat echt zo? Ja. Is het boek niet een keertje uitgelezen? Bedoel ik niet oneerbiedig, maar gewoon dat je denkt, ja, nou maar weer eens, kom. Nee, maar goed, wij kennen elkaar nog redelijk kort, hè? Dat dus is het. We zijn net 3 jaar getrouwd, dus als ik dat nu al zou hebben, dan is dat... Je acht het niet onmogelijk? Niks is onmogelijk in het leven. Maar heb je wel last van de overspelige gedachten? Nee. Marco. Ja, nou goed. Alles van jij wil, over. Nu jij even een zwak moment, hoor. Ja, natuurlijk heb jij ook wel eens een overspel. Geef toch niet? Kun je toch gewoon zeggen? Nee, maar goed. Het zou... Ik zeg niet, je denkt wel eens terug. Nee. Dat vind ik flauw. Maar je denkt misschien wel eens een andere vrouw, toch? Nee, ik bedoel, als je iets anders bedoelt, is maar net hoe diep je die vraag wilt stellen. Kijk, als je zegt van God, zie je andere vrouwen gewoon niet staan, dan zeg ik, dat is niet waar. Ik bedoel, natuurlijk... Iets concreter. Dat je gewoon met je vrouw in bed ligt en dat je pretendeert dat je van haar houdt, wil je een ander niet. Nee, dat heb ik niet. Dat is heel menselijk. Dat is misschien wel menselijk, maar dat heb ik nog niet. Dus jou wacht eigenlijk de dag dat zij een keertje de verkeerde naam in je oor fluistert. Ja, nou ja. Dus... Heb jij wat gehoord dat je opeens Denise zei? Of dat wel eens is voorgekomen? Ja, dat je haar kussen in Denise, ik hou zo van je. Dat je gewoon dat verkeerde naamtje even noemde. Is mij wel eens overkomen, lullig, weet je wel. Maar ja, ik weet er ook niks van de liefde af. In het begin van elke relatie gebeurt dat wel eens een keer. Maar, dus het is jou wel eens overkomen? In het begin van mijn relatie is het wel eens overkomen. Jij bent tenminste eerlijk. Jij bent een topgozer. Luister, ik ga je niet helemaal afpersen voor die 15.000. Mijn ervaring is met de meeste bekende Nederlanders dat ze in het zicht van de camera toch wel bereid zijn om tot een donatie te komen. Ja. Omdat ze, ja, nogmaals, je hebt een goede account en je kan het zo aftrekken, dat weet je. Nee. Anders bellen we je platenmaatschappij, dat wil ik ook wel doen. Kunnen we anders misschien een andere deal maken? Dat je niet met dat platte geld hoeft te komen. Dat je zegt, oké, de royalties van dat nummer zijn hiervoor. Het is voor de NoVip. Ja, maar dat is een heel ingewikkelde ding, want daar kan ik namelijk niet zelf alleen over beslissen. Dus dan moet ik voor terug aan de maatschappij. Dan moet je weer gaan zeiken met de platenmaatschappij. Maar ik vind... Wat vind je redelijk bedrag? Nou, ik heb wel iets in mijn hoofd, alleen weet je... Wat is het, omdat 750 gulden? Of? Nee, het is meer dan 750 gulden. Alleen, ik vind het zo plat, want dan knip je het natuurlijk naast elkaar en hoor je allerlei mensen bedragen. We hebben een klassement. En dan is plotseling, klassementje. Een klassementje. En dan, en ik heb de NoVip, die was heel zorgelijk. Plotseling... U moet niet denken, meneer Van Gogh, dat u onze ambassadeur bent. Weet je, was wel agressief een beetje. Toen heb ik gezegd, luister, dan gaan we met al het geld wat we hebben opgehaald naar Afrika en voor de ogen van de hongerende kinderen steken we het in brand. En dan zeggen we met dank aan de NoVip, begrijp je wel? Dus het moet wel natuurlijk recht uit het hart komen, zoals bij mij ook recht uit het hart komt. Nee, wij gaan ook controleren waar het heen gaat. Ik wil niet dat het in corrupte zakken verdwijnt van wapenhandelaren en allerlei andere types. Maar goed, daarvoor genoeg te kennen. De NoVip is om. Dat wel goed zit. Nou ja, maar, okay. Ik bedoel, is het echt nodig om dat voor de camera te roepen? Ik snap dat het programma leuk is. Dan maar... geef je een geheime gift waarvan wij dan later de nulletjes invullen. Misschien een nulletje erbij. Dan zie je opeens op 50.000 schulden. Nee. Dat is leuk. Nee, ik maak absoluut het over. Okay. Dat beloof ik. Maar mogen we dan wel dat ook noemen in het programma? Want ja, we noemen het van iedereen. Het is een beetje lullig als jij daar buiten valt. Nou, of doe wat anders dan. Ik bedoel dat je denkt van, nou, ik doe één keer een deel van mijn garage voor een optreden of weet ik veel wat. Iets wat je maar invalt. We verzinnen iets creatiefs, maar ik zal in ieder geval substantiële bijdrage leveren. Oké, dus de substantiële bijdrage kan niet zijn dat ik gewoon een avond bij jullie doorbreng en gezellig... nee, dat kan niet. Je huwelijk te slopen of iets anders, weet je wel, gezellig. Nee. In het kader van het goede doel. Nee, vervelende vragen stellen aan je vrouw. Nee, nou, of, goed, ik... begrijp ik ook wel. Maar goed, wat gaan we dan doen? Want ja, nu word ik met lege handen weggestuurd. Ik denk, Marco is te vertrouwen, dus hij maakt wel wat over. Maar moet hij dan nog eindeloos gaan blijven? Het bedrag waar jij over praat, heb ik niet zomaar in mijn broekzak zitten. Die 15.000 gulden is gewoon een ademhalingje voor je. Wat is dat nou? Wat pak je per jaar? Wat vind je? 2-3 miljoen per jaar, wat pak je? Nee, dat is niet waar. Serieus niet? Nee, serieus niet. Met al die hits, met al die platina platen? Ja, dan nog. Valt tegen.
Serieus, zie je gewoon op gewoon een 8-tonnetje, middenmootje ben je. 8 ton, 9 ton per jaar, zo. Ik hou niet zo van om geld te praten. Want dat is zo Nederlands om dat te doen. Is het zo? Maar Amerikanen doen het zo. Maar kijk, we zijn niet bij je huis geweest, maar we zien toch een oprijlaantje waarvan ik denk, nou, dat huisje zal toch wel een miljoen of wat waard zijn, toch? Nou, als je zo dit pad ziet, dan geef je er geen straf. Ah, come on, dat vind ik juist heel chic, vind ik dat. We hebben ook Peter-Jan Rens gehad, die zegt 15.000 gulden toe. En, en een half uur later belde hij terug dat hij het amateuristisch vond dat hij het niet deed, begrijp je wel. En dan denk ik bij mezelf, ja, zo'n Peter-Jan, wat een flapdrol. Ik zei tegen hem, je bent nu 10 jaar niet op tv geweest. Zei hij, als meneer Cactus niet, als meneer Cactus niet. Dat is heel belangrijk voor sommige mensen. En toen zei hij, ik betaal niks. Dus dacht ik, die gaan we binnenkort weer even opzoeken. We zeggen, oh, Peter-Jan, dat kan niet. De kinderen van Afrika doen een beroep op je. En ik hoor mezelf nu praten. Ik denk, ja, ik sta hier naast een integer artiest. Ik had hem op de A-lijst neergezet, maar je inkomen valt wat tegen. Goed, dan wordt het de B-lijst. Zal ik je helpen? 5.000 gulden. Daar ben je van me af. Ben je ook van het gezeik af, weet je wel. Ja, ja. Ik doe het voor de kinderen, hoor, niet voor mezelf. Nee, dus wat dat betreft... Mag je van mij invullen? 5.000? Ja. Jij bent een topgozer. Dankjewel. Okay. Het is Giro 100, 200, nou dat regelen we 200. Van de Novib. Ja? Ja, komt goed. Ja, nou dan kan ik niet eens meer vragen of je nog een liedje voor me wil zingen voor de camera. Nee, dat ga ik ook niet dat doen. Dat doe je niet, hè? Okay. Alsjeblieft. Het was een genoegen. 5000 piek, je bent mijn man. Oké. Okay. Take care, jongen. Komt goed. Dag. Jullie ook succes nog. Amen. Amen. Halleluja. Ze is op haar mooist in de lippenstift rond de uitlaatpijp van haar zilveren Porsche. Meer naar Gozen. Of Gozens. Mina, Mina! De kinderen van Afrika doen een beroep op jou. Kijk, je zou het aan haar huisvesting niet zeggen, maar... Het autootje mag er toch wezen. Voor deze eeuwig jonge bloem. Mirna, we gaan het weer proberen. Mirna! Kut kanon, hè. Mirna! Ze wil niet. We komen hier toch weer terug. Het is wel een heel bijzonder iemand, hè, Mirna Gozen. Je kan iedereen krijgen, maar Mirna Gozen, nee hoor. Wel een Porsche verdiend met dat zaagsel in je hoofd. Waarom is niemand duidelijk? Maar je hebt van die types die er zo'n beetje bijhangen omdat ze nou eenmaal Mirna Gozen heten of zo. Binnenstands dochter uit Hilversum, vadertje, mislukte juwelier. Enfin. En dan krijgen we dit dus. Had ooit het antwoord op Linda de Mol moeten worden. Nou, dat zegt mij genoeg hoor. Dank u wel. We gaan weer naar Mirna Gozen. Hoe de fuck is Mirna Gozen? Wie heeft ooit bedacht dat we naar Mirna Gozen moesten voor de kinderen van Afrika? Mirna, Mirna. Kinderen van Afrika krijgen geen 7 kansen. En dan nu dus voor de 8e keer... Mina! De kinderen van Afrika doen een beroep op je. Godsleer, hé. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Zullen we maar even achterom gaan kijken? Dan misschien ligt ze in de tuin. Weet u of die Mirna Gozen thuis is? Is ze er? Met dat vijvertje. Wat voor auto heeft ze dan? Ja, ze heeft een Porsche, zie je wel. Er staat een Porsche voor de deur. Zie je, ze is wel thuis. Mirna, Mirna. Het is wel heel veel moeite voor Mirna, hè. Christus. Vijvertje. Dat gaat ze nog eens in verdrinken. Dramatische verdrinkingsdood. TV-presentatrice. Amen, halleluja, amen.